Design Vlaanderen promoot design bij bedrijven, overheden en het grote publiek. In mijn eerste periode, toen we startten, waren we gedwongen om zelf te gaan ontwerpen en tekenen. We reden naar Oekraïne, naar de glasblazers en tekenen onze vazen ter plaatse uit op papier dat we ginder kochten. Want in de beginfase zaten we dus vooral waar we toeleverancier van bloemisten. Over de loop van de jaren is dat verder uitgegroeid. We zijn dan stilletjes aan begonnen met externe designers aan te nemen. Zerak is een bedrijf dat design creëert. Alles wat te maken heeft met interieur. En voornamelijk de laatste jaren ook alles wat rond de gedekte tafel is. Niet alles wat ik mooi vind, vind ik commercieel. En niet alles wat commercieel is, vind ik mooi. Wij zoeken de gulden middenweg. En wij zoeken vooral het verhaal achter iets. En dat maakt meestal iets al dan niet mooi. Cerax is voor mij een platform voor jonge ontwerpers, bekende ontwerpers, minder bekende ontwerpers, die met ideeën zitten in hun schuif en die daar geen weg mee weten en die niet weten hoe ze dit aan de man kunnen brengen, hoe dat ze het commercieel kunnen uitbouwen. Deze mensen ontvangen wij, wij selecteren daarin en proberen deze mensen te sturen in de juiste richting. Cerax Designer is iemand die creëert een klein beetje out of the box. Er moet een verhaal achter het product zitten. Wij houden ook van designers die in hun eigen atelier vanuit de kunst een bepaalde voorwerp creëren die daarna op een industriële manier kunnen gereproduceerd worden. En het moet een economische realiteit hebben. We moeten het op de markt kunnen brengen aan een betaalbare prijs. In zeer veel landen, maar laat ons zeggen dat ongeveer 80% van onze omzet gecreëerd wordt in Europa, verkocht wordt in Europa beter. En ongeveer een 10% is Azië en een kleine 10% gaat naar de Verenigde Staten van Amerika. Voor ons is dat natuurlijk wel een voldoening. We zijn nu sinds 4 jaar echt bezig met het uitbouwen van dat platform. Waar we vroeger voor een groot stuk aankochten en verkochten en dan voor een gedeelte eigen design hadden, zijn we dus in de laatste 4 jaar bijna tot 100% eigen design. Dus met eigen ontwerpers, eigen mensen. En ik vind dat toch wel de kers op de taart. En het geeft ons ook wel de moed om verder te zetten en aan te geven dat we dus in de juiste richting zitten. Crisis en moeilijke tijden geven ook opportuniteiten. Voor Cerax is het wel interessant dat bepaalde kleinere bedrijven zoeken naar een groter platform om zo hun bedrijf toch te laten evolueren. En daar is Cerax nu voornamelijk naar op zoek, naar kleinere bedrijven die in een groter platform, in een groter geheel willen opgenomen worden.